Staf Verbeek, ja, dit, ja, je kan niks anders wensen, denk ik. Een vroeg kerstcadeau voor jou alvast. Ja, het was fantastisch. Als ik gezien heb hoe dat de spelers vandaag die wedstrijd beleefd hebben, het was een fantastische prestatie van het hele team. Ook zoveel supporters hier van Antwerpen, hier in het Verre Charleroi. Meer dan 100 supporters van Antwerpen. Dat was gewoon schitterend om dit voor de kerstdagen nog mee te maken. Voor mij is het de eerste keer dat FC Antwerpen op deze manier hier komt winnen. Ben je akkoord? Ik vind dat we geïmponeerd hebben. We hebben zaalvoetbal laten zien van de hoogste klasse. Eigenlijk kon de wedstrijd bij de rust al voor een groot stuk gespeeld geweest zijn. Want we hebben echt een grote overmacht laten zien. Ik vond Antwerpen een van de sterkste wedstrijden van de voorbije jaren. Vooral als team. En het was vandaag duidelijk zichtbaar dat de jongens wilden. En daar kan ik ze alleen maar voor feliciteren. Zeg ik het misschien te voorbarig als ik zeg van ja, de tijd van Châtelineau is misschien wel voorbij? Oh, ik denk dat we van week tot week moeten kijken en Châtelineau blijft een goede ploeg. Maar ik denk dat Antwerpen laat gezien heeft vandaag dat we er klaar voor zijn. We hebben eigenlijk in het tussenseizoen knap werk geleverd. En dat is duidelijk zichtbaar. De ploeg leeft, de ploeg werkt. De physical coach brengt op. De sportieve staf werkt goed en de transfers vallen heel, heel, heel goed mee. Nu nog twee wedstrijden te spelen en dan kunnen de spelers gaan rusten. Hè? Het wordt tijd, denk ik dan. Ja, we spelen woensdag nog thuis voor de Beker van België tegen Wellen. En dan vrijdag spelen we dan thuis tegen Herstal. Dus ik denk dat dat goed meevalt. We gaan proberen die drie punten nog thuis te houden. Volg de ronde van de Beker van België. En dan denk ik dat we kunnen rustig op vakantie gaan. En dan zijn we terug de 3 januari thuis tegen Beringen. En dan uiteraard 6 weken rust. En daar moeten we klaar voor zijn. Ik denk dat Antwerpen er dit jaar meer klaar dan is dan ooit voorheen. We werken eraan. Het moet natuurlijk een klein beetje meevallen, maar ik vind dat de groep er heel goed aan werkt. Ik heb vandaag fantastisch zaalvoetbal gezien van het hoogste niveau. Als je dat elke week kunt brengen, dan is er niemand die Antwerpen kan verslagen. En Antwerpen stond nog niet op zijn sterkst. Sebapte die nog ziek is, Azizitu die er niet bij is. Ja, we komen natuurlijk Azizitu. Dat is duidelijk dat we die missen. Hij is een goede speler. Maar ik denk dat het nu verstandig is om hem zijn kwetsuur te laten rusten en klaar te zijn voor de terugronde. En dan moeten we gewoon verstandig werken, kijken dat iedereen tegen de play-offs in topvorm is. Daar hebben we ook de sportieve staf voor, maar ik geloof in die jongens, ik geloof in heel de groep. Wij moeten gewoon klaar zijn in mei.